Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video. En vandaag ga ik het met je hebben over de beste manier om online geld te verdienen. En eigenlijk is die heel erg flauw en tegelijkertijd heel erg leerzaam. En het is iets wat heel veel mensen niet begrijpen. Want we willen natuurlijk nu heel snel geld verdienen. En het liefst allemaal online, zodat we dat vanuit huis kunnen doen. Of dat we een passief inkomstenstroom voor onszelf kunnen creëren. Maar waar het echt om gaat, is dat je iets doet wat je leuk vindt. En dat je dat eigenlijk de rest van je leven misschien wel wilt blijven doen. Dus het is iets wat je op de lange termijn wilt blijven toepassen. Als je kijkt naar de mensen die echt structureel op de lange termijn succes bereiken, dan zijn dat de mensen die iets doen wat ze ontzettend leuk vinden. Want tegenslagen ga je in het ondernemerschap of op wat voor manier dan ook, als jij geld wilt verdienen en je wilt dat op een online manier doen of door te ondernemen, en dan ga je tegen dingen aanlopen, dan ga je tegenslagen tegenkomen. En die kun je eigenlijk alleen maar overwinnen als jouw wil groot genoeg is om het echt te willen. Dus doe iets wat je leuk vindt en blijf dat structureel op de lange termijn doen. En hoe dan ook, dat is eigenlijk de enige manier waarop je gaat winnen en waarop je ook het beste online geld kunt gaan verdienen. Dus leg je focus op iets wat jij echt heel graag wilt. Is dat, wil je iets met kleding doen? Ga dan iets met kleding doen. Maak daar video's over. Ga daar blogs over schrijven. Ga er iets mee doen. En op die manier ga je merken dat als jij er een verdienmodel achter zet, en hierbij valt te denken aan één verdienmodel, dus kies iets uit ermee. En dus als jij bijvoorbeeld kleding ontwerpt en je wilt dat maken en je wilt verkopen, dan kun je daar bijvoorbeeld een webshop voor inzetten. Het kan ook zijn dat jij een online programma wilt aanbieden waarbij je maandelijks een bepaald bedrag kunt krijgen. En zo zijn er allerlei verschillende methodes. Dus kies één verdienmodel uit. Maar als allereerste, dat is misschien nog wel veel belangrijker, kies iets uit wat je leuk vindt om te doen. Oké, dus dat is één. En twee, ga kijken hoe kan ik daar een verdienmodel bij bouwen. Dus wat kan ik daarbij gaan verzinnen om uiteindelijk dus daar ook daadwerkelijk geld mee te verdienen. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video en dat je deze twee tips kunt gaan toepassen. Dus doe iets wat je leuk vindt en bedenk een verdienmodel, een online verdienmodel erbij, waarmee jij dus ook daadwerkelijk geld kunt verdienen. En dan kan het niet mis gaan lopen. En juist omdat je dit op lange termijn gaat doen, of omdat je iets doet wat je heel erg leuk vindt om te doen, zul je gaan merken dat je op de lange termijn gaat winnen. Ik hoop dat je het hebt aan deze tips. Vond je dit leuk en inspirerend? Zorg er dan ook voor dat je mij eventjes volgt op YouTube. Je kunt me daarop abonneren om meer video's en inspiratie van mij te ontvangen. Vergeet je dan dus niet te abonneren. Laat ook eventjes in de reactie weten wat jij van deze video vond en of je iets hebt aan deze tips. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein.